We zijn ontzettend blij dit te kunnen doen. De Stichting Museum Plusbus heeft al 75.000 mensen vervoerd naar een museum. En daar genieten ze natuurlijk enorm op zaal. Er gebeurt van alles, want dan sta je oog in oog met prachtige kunst. Maar wat we ook horen, is eigenlijk ook een heel leuk verhaal, is dat de mensen in de bus al heel veel lol met elkaar hebben. Heel veel plezier met elkaar hebben. Daar horen we hele leuke verhalen van. Het is ontzettend mooi om de mensen dit te kunnen geven, dit te kunnen aanbieden. Zo'n mooie dag in hun leven. Ja, je zag haar stralend uit de bus komen. Dat was heel leuk. En met dit mooie weer, het is gewoon, het lijkt wel feest. Ik vind het bijna een wonder. Je krijgt de zomer aangeboden. Dat is toch prachtig. En daar moet je dan gebruik van maken, vind ik. Ja, ik vind het een prachtig initiatief. Want het sluit helemaal aan bij wat ik wil. Samenwerking tussen musea. Om ouderen de gelegenheid te geven om het museum te bezoeken. En het sluit ook aan bij mijn doelstelling om meer mensen naar het museum te krijgen die anders niet komen. Het bezoek is gratis. Het vervoer is gratis. Zeg even een dagje uit. En wij bewijzen als museum op zo'n moment ook dat we dit soort mensen een heel goede ontvangst kunnen bieden. En ik denk, uiteindelijk is iedereen daar ontzettend tevreden mee. Nou, kijk, wat interessant is, is dat cultuur je verrijkt. We hadden het net over dat niet meer alle ouderen veel geld hebben. Maar dat als je hier in het museum bent, dat je de rijkdom van onze geschiedenis, onze schilders, onze schoonheid die ze gepresenteerd hebben, dat je dat kan ervaren, ja, vind ik een heel goed initiatief. De Bank Giro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. En van ieder lot gaat de helft naar culturele instellingen. Dus zo steunen we ongeveer 60 musea in Nederland. En de Museum Plusbus is ook helemaal gesteund door de Bank Giro Loterij. En op die manier kunnen vele senioren in het hele land al die mooie collecties gaan bekijken. Ja, waarom vinden we dat belangrijk? Cultuur is heel mooi als het binnen vier muren is, maar het moet natuurlijk gezien worden. Dus de drempel van culturele instellingen moet zo laag mogelijk zijn. En juist voor senioren is het niet altijd makkelijk om naar een museum te gaan. Dus op deze manier vinden we het geweldig dat alle deelnemers van de Bank Giro Loterij dit mogelijk kunnen maken. Nou, ik hoop dat de Museum Plusbus als initiatief nog heel lang kan blijven bestaan. Door de handen in één te slaan, dus de Bank Giro Loterij erin te betrekken. De musea erin te betrekken, kun je een hele mooie combi maken waar uiteindelijk iedereen van profiteert, en in dit geval vooral de ouderen.